Het is vandaag 7 december 2021 en wel een hele bijzondere dag. De verjaardag van onze toekomstige koningin Amalia. Ja, natuurlijk. Dat moet iets heel speciaals gebeuren. We zijn er al lange tijd mee bezig, maar we wilden natuurlijk ook echt wachten tot ze 18 jaar werd. Vandaag de officiële presentatie van de Amalia Fanclub. Oranje-fan Johan Flemmix woont in Beek tegenwoordig. Hij lanceerde vanuit Limburg dan ook zijn idee voor een Amalia Fanclub. Eerder deed hij al iets soortgelijks voor Maxima. Volgens Flemmix kan iedereen kosteloos lid worden en daar delen in het enthousiasme dat hij zelf heeft over de toekomstige koningin. We hebben clubavonden, we hebben allerlei acties, zelfs kortingacties met winkels zijn we aan het regelen. Producten met korting, dus ook gewoon hele leuke dingen. Hoezee, hoezee, hij is in de lucht. Ja, AmaliaFanclub.nl. Heeft u al een telefoontje gehad van de Rijksvoorlichtingsdienst, dat ze dit wel of geen goed idee vinden? Nou, ik heb natuurlijk in het verleden al eerder de Maxima Fanclub gedaan. En er werd heel positief altijd op gereageerd, ook door de mensen van het Koninklijk Huis, zeker ook door Maxima en Willem-Alexander. Dus ik verwacht dat nu hetzelfde zal zijn. En we doen ook alleen maar de hele positieve dingen. En normaal ben je fan van een artiest, maar als je ziet Amalia, ze kan zingen, ze kan acteren. Ze wordt de toekomstige koningin, dus ze heeft eigenlijk veel meer als een normale artiest. Ze heeft eigenlijk alles.